Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Yes, goedemorgen. Superleuk dat je weer luistert. Ik wil het vandaag hebben over meer verdienen in minder tijd. Of hetzelfde verdienen in de helft van je uren. Want dat is wat er bij mij aan de hand is en ook gaat gebeuren dit jaar. Ik zal even kort de situatie schetsen. Ik werkte eigenlijk tot voor kort 5 dagen per week. Niet omdat het moest, maar omdat ik het leuk vind. En ja, omdat het kan. Maar ik werd zwanger. En ik heb inmiddels een kindje. En mijn plan was om 3 om 4 dagen te gaan werken. Dus de ene week 3 dagen, de andere week 4 dagen. In verband met de opvang en oppas die we hadden geregeld, dachten we. Nou is het zo dat er heel lange wachtlijsten zijn. En dat er dus geen plek is. In ieder geval niet voor volgend jaar. Dus mijn vriend en ik hebben allebei een dag ingeleverd. En dat betekent dat ik vanaf nu tot wanneer de opvanger is, dat ik 2 om 3 dagen werk. Dus de ene week 2, de andere week 3. Dus gemiddeld 2,5 dag per week. En mijn eerste gedachte was natuurlijk van shit. Want ja, ik had gewoon heel veel zin om weer te gaan werken. En ik heb ook bepaalde ambities. Ik heb bepaalde doelen. Ik wil bepaalde dingen doen. En ja, daar heb je ook tijd voor nodig. En ja, met 2,5 dag per week werken en eerst 5. Ja, dan heb ik echt wel fors minder tijd. Dus ja, dat is jammer. En los daarvan, in loondienst zou je natuurlijk dan gewoon halveren in je inkomen. Maar niet als je ondernemer bent. Althans, niet als je het goed aanpakt. Dus dit zet me aan het denken. En ik merkte dat ik het ging zien als een voordeel. Dat ik het ging zien als een uitdaging. Niet alleen voordeel omdat ik meer tijd met mijn kind mag doorbrengen. Maar ook omdat ik mezelf echt uitdaag om nu hetzelfde te blijven verdienen in de helft van de tijd. En ik deelde dit op Instagram laatst en ik kreeg natuurlijk wat vragen van ja, hoe dan? En ja, vertel meer. Dus dat ga ik ook zeker doen in deze podcast. En eigenlijk komt het simpel gezegd neer op 3 dingen. En die 3 dingen die deel ik ook in mijn boek, De Route naar een Ton per Jaar. Die 3 dingen zijn voor mij heilig. En dat is het juiste verdienmodel, goede marketing en sales en een killer mindset. En nou ja, wat bedoel ik daarmee? Ik ga dat even kort uitleggen aan de hand van mijn eigen situatie dus nu. En ik hoop dat je er zelf ook je voordeel mee kan doen door deze 3 dingen goed onder de loep te nemen. Ik heb zelf dus verschillende verdienmodellen. Tot voor kort had ik heel veel online cursussen en online producten. Dat zijn hele schaalbare verdienmodellen. Want ik kan daar meer van verkopen zonder dat ik daar per se meer voor hoef te werken. En ik heb ook 1-op-1 coaching, heb ik al een paar jaar actief. Dat betekent dat ik eigenlijk wel mijn uren verkoop, maar voor best wel een fors bedrag. En dan had ik natuurlijk Snapper, mijn PR-bureau met Chantal, maar dat hebben we begin van het jaar verkocht. En daar hadden we vooral een team voor ons aan het werk. En dit zijn eigenlijk ook grofweg de 3 verdienmodellen die ik nu wil bespreken, want daar zitten ook wel de kansen in. Kijk, als jij meer wil verdienen in dezelfde of minder tijd, dan moet je ervoor zorgen dat je dus meer verdient per uur eigenlijk omgerekend. Maar je kan niet meer gaan werken, hè, want je gaat juist minder werken. Dus wat je dan zou kunnen doen, is bijvoorbeeld, simpel, je uurtarief verdubbelen. Hè, als je je uurtarief verdubbelt, dan verdien je dubbel in dezelfde tijd of je verdient hetzelfde in de helft van de tijd. En nu denk je misschien, ja, flauw, Suus, ik kan niet zomaar mijn uurtarief verdubbelen. Maar waarom niet? Je bent eigen baas en je hebt het zelf in de hand. En misschien dat het met stapjes moet, hè. Ik zeg niet dat je dat nu moet gaan doen. Maar kijk eens kritisch, vraag je eigenlijk wel genoeg voor je dienst of product? En kan dat niet omhoog? En wellicht vallen de klanten af, hè. Misschien dat er mensen zijn die denken, ja, maar nu gaat het me echt te ver, nu vind ik het veel. Als jij het dubbele vraagt,
dan heb je ook minder klanten nodig in principe. Hè, dan verdubbelt je inkomen natuurlijk niet als de helft van de klanten weggaat. Maar het zou wel kunnen dat je klanten het wel gewoon goed vinden. Of dat er gewoon andere klanten zijn. Dat je next level gaat eigenlijk met je klanten. Ik denk ook altijd als iemand zegt van ja, mijn klanten betalen dat niet. Dan denk ik altijd van ja, is dat dan jouw probleem? Of is het hun probleem? Ik denk dat je dan nieuwe klanten moet zoeken. Dat je misschien een nieuwe doelgroep mag gaan aanboren die daar wel het geld voor heeft. Of dat je duidelijker moet maken wat het gaat opleveren. Wat de waarde is van jouw dienst. En dat is dus ook wat ik doe met 1-op-1 coaching. Ik leer het anderen ook, hè, maar meer ook dat ik het zelf dus doe. Dat ik mezelf eigenlijk verhuur voor een relatief natuurlijk hoog bedrag. He, vroeger huurde ik mezelf voor 50 euro per uur. Nu inmiddels als coach vraag ik 1000 euro per maand voor een coaching traject. Dus dat zijn heel ander soort bedragen waar ik omgerekend niet 20 uur per maand aan zit. Dus ik heb mijn eigen uurtarief als het ware meer dan verdubbeld. Wat ook kan is natuurlijk een team aan het werk zetten. Op die manier kan je veel meer werk gedaan krijgen in dezelfde tijd. En kan je ook verdienen natuurlijk aan het team. Ik heb dat zelf ook vanaf eigenlijk dat ik begon met ondernemen, heb ik al best wel snel een team gehad. Omdat ik eigenlijk dacht van, hey, ik heb best wel veel werk. Ik kan het ook gaan uitbesteden. En dan betaal ik de freelancers iets minder. En dan hou ik er zelf een marge aan over. Dus op die manier, zo werkt elke business met personeel. Op die manier verdien je dus ook meer zonder dat je zelf meer uren moet maken. En met Snapper hebben we ook op die manier gewerkt. We hadden ook een team van PR-adviseurs. En dan rekenen we een bedrag aan de klant. En we betaalden de freelancers. En de marge, zeg maar, dat was dan ons eigen inkomen. Dus op die manier maak je jezelf schaalbaar. Hè? Want je eigen uren zijn toch op een gegeven moment vol. En als je dan toch meer wil verdienen, dan kan je natuurlijk je uurtarief verhogen. Maar je kan inderdaad ook dus iemand voor je aan het werk zetten. En op die manier ben je oneindig in te huren in theorie. Natuurlijk moet er ook goed personeel zijn. Maar in principe kan je jezelf dan vermenigvuldigen. Nou ja, en tot slot een derde verdienmodel kan natuurlijk zijn dat je een online product gaat maken. Hè? Want dat is echt ultiem schaalbaar. Iets wat eenmalig gemaakt wordt, zoals een e-book of een online cursus. Dat maak je één keer en vervolgens kan je het in principe oneindig keer verkopen zonder dat het jou elke keer tijd kost. Dat heb ik ook gedaan met mijn cursussen bijvoorbeeld. Maar hier zit natuurlijk wel wat haken en ogen aan, want het verkoopt zichzelf niet. En dat brengt me meteen bij het tweede puntje, de marketing en sales. Kijk, je moet natuurlijk wel een manier hebben, een strategie hebben, om die verdienmodellen daadwerkelijk te verkopen. Mensen moeten ervan weten en ze moeten uiteindelijk ervoor gaan. Ze moeten uiteindelijk betalen. En dat gaat niet zomaar. Dus je moet wel een goede strategie daarvoor hebben. En hoe ik dat nu doe, is eigenlijk borduur ik een beetje voort op wat ik al afgelopen jaren heb opgebouwd. Ik heb afgelopen jaren veel gewerkt, ik ben heel veel zichtbaar geweest. En dat werpt nu zijn vruchten af. Ik heb heel veel warme leads, zeg maar, zoals je dat noemt. Mensen die mij al lang volgen, die weten wat ik doe. Die op het puntje staan om mij in te huren. Dus die mensen zijn heel warm. Ik hoef daar niet heel actief voor reclame te gaan maken. Ik hoef niet vanaf nul te beginnen. En dat is in mijn geval natuurlijk nu heel erg fijn. Dat ik minder ga werken. Dat ik minder tijd heb. Maar dat ik niet per se heel veel tijd kwijt ben aan marketing en sales. Dus af en toe, dan noem ik natuurlijk wel mijn producten en diensten. En er zijn altijd wel mensen die dat willen kopen. Ik hoef daar niet uren of dagen per week mee aan de slag. Nou moet ik wel zeggen dat ik natuurlijk wel elke dag op Instagram zit. Vind ik ook heel leuk. Ik ben heel erg van het delen. Ik vind het heel leuk om content te maken. Maar dat is natuurlijk ook wel deels weer mijn marketing. Omdat ik wel veel zichtbaar ben. En mensen dus weten van, oh ja, Suzanne is er nog. En oh ja, dit doet ze ook alweer. En ik geloof ook heel erg in practice what you preach. Dus wat ik zelf laat zien. Mijn leven, mijn manier van ondernemen is ook een beetje hoe ik mijn klanten help. Dus hè, als je meer vrijheid wil, als je meer wilt reizen, als je meer wilt verdienen minder tijd, dan kan ik je daarbij helpen.
Dus op die manier doe ik eigenlijk marketing voor mijn eigen diensten en producten zonder dat ik daar heel actief over na hoef te denken. En echt het closen, zeg maar, de echte sales. Daar heb ik ook echt wel wat dingetjes voor. Mensen die op mijn salespage terechtkomen van mijn coaching, die kunnen een kennismakingscall inplannen. Maar dat doen ze natuurlijk alleen als ze echt wel redelijk geïnteresseerd zijn in die coaching. Want hè, anders kwamen ze niet op dat inplannen terecht. Dus ze hebben die salespage al gezien. Als ze interesse hebben, plannen ze een call in. En dan moeten ze van mij een aantal vragen invullen, waardoor ik al heel goed weet wat voor vlees ik in de kuip heb. Of of dit iemand is die ik ook wil en kan helpen. En iemand die misschien al afschrikt van die vragen, ja, dat is waarschijnlijk toch niet mijn ideale klant. Dus op die manier filter ik al heel erg in de doelgroep. En heb ik ook eigenlijk alleen maar sales calls, intakegesprekken, met klanten die warm zijn en die ook echt wel mijn ideale klant zijn en ook echt geïnteresseerd zijn. Dus ik hoef niet 10 van die gesprekken te hebben om 1 coachklant binnen te halen. En dat is voor jou denk ik ook nuttig om te kijken van hoe komen die klanten nou bij je en wanneer gaan ze over tot aankoop. En als je dat weet, dan heb je ook meteen iets voor je productiviteit. Wat focus dan vooral op die handeling. Ga niet tijd verkloten met het updaten van een of andere oude pagina. Maar besteed je tijd echt kritisch aan dingen die geld opleveren. En bedoel ik niet hebberig. Ik bedoel het gewoon effectief. Gewoon echt prioriteiten stellen en kijken wat is echt nuttig. Neem afscheid van de rest of zet het op pauze. En ga echt je tijd besteden aan de dingen die ertoe doen in je bedrijf. En dat weet je pas als je goed gaat meten en goed gaat kijken en goed gaat luisteren. Want anders ben je maar wat aan het doen. En dat hoor ik ook vaak van mensen die zeggen van ja, ik weet niet zo goed wat ik moet doen en ik ben niet productief. Ik denk dat je dan niet heel goed weet wat je dus moet doen of waarom je iets doet. En als je heel goed weet wat je wil, dan heb je een goede why. En dan wordt vaak ook duidelijker wat je dan moet doen om dat te bereiken. En dan heb je ook motivatie om dat te doen. Tot slot, dus die mindset. Hè? Hoe krijg je die killer mindset? Ja, ik heb hier vaker podcasts over opgenomen, want ik vind het altijd een heel lastig thema. Van hoe krijg je nou die mindset? Is dat aan te leren of is dat ook deels karakter? Nou, ik denk een beetje van beide, maar je kan hem hoe dan ook gewoon trainen. Door te oefenen met groter denken. Door te oefenen met denken in overvloed. Denken in mogelijkheden. Hè, dus het helpt niet als je denkt van shit, ik kan 2,5 dag minder werken. Ja, nou, daar gaat mijn inkomen. Jammer. Nee, denk dan vooral, hoe kan het wel? Wat kan ik doen om toch meer te verdienen? Dus hè, denk in mogelijkheden. Dus ik denk dan inderdaad van, nou, in theorie moet ik gewoon mijn inkomen verdubbelen. Zodat ik hetzelfde verdien in de helft van de tijd. En hoe doe ik dat dan? Hè? Denk dan in kansen. Dus hè, de uurtarief verdubbelen. Of een team aan het werk zetten. Of een online product waardoor ik zelf niet meer uren hoef te maken. En uiteraard die marketing en die sales. Ga daarmee aan de slag. wat wilde ik hier nog over zeggen? De mindset. Sorry, ik ben het even kwijt. Oefenen. Nee, wat ik zelf ook heb gedaan, dat doe ik heel vaak, is dat ik weer even een coaching sessie boek met iemand die ik zelf inspirerend vind en die mij dan weer helpen met dit soort keuzes. Dus ik heb ook een tijdje geleden een coaching sessie gedaan bij Ilona van Minimalistisch Ondernemen. En zij heeft met mij ook, ze heeft mij ook geholpen met het afscheid nemen eigenlijk van dingen die er niet meer toe deden voor mij. Zowel qua motivatie als misschien ook wel qua wat levert het meeste op in de minste tijd. En dat heeft me ook wel geholpen bij de keuzes die ik dus recent heb gemaakt voor mijn bedrijf. Dus dat is even denk ik in een vogelvlucht hoe ik meer ga verdienen in minder tijd. Of hoe ik eigenlijk hetzelfde blijf verdienen in de helft van de tijd. Als het niet duidelijk is, ik kies dus vooral voor coaching in dit geval. En deels ook voor losse online producten en schaalbare verdienmodellen. Dus ik heb nog steeds een masterclass. Ik heb nog steeds een e-course. Ik heb nog steeds natuurlijk mijn boeken. Ik heb nog affiliate marketing op mijn blog. Dus op zich heb ik ook nog wel wat losse dingen. maar mijn grootste verdienmodel nu is wel mijn coaching. Maar ik heb eigenlijk natuurlijk maar, bijvoorbeeld 6 klanten, coachklanten doorlopend nodig om die omzetdoelen te halen.
Omdat ik dus een fors tarief kan vragen. En dat is wel weer ook iets om over na te denken. Van, ga je voor weinig klanten voor een hoog tarief? Of ga jij voor veel klanten voor een laag tarief? Want het kan ook hier weer linksom of rechtsom. En er is niet één goed antwoord. Daar hou ik absoluut niet van. Hè? Mensen die dan nu vragen mij van, oh, dus e-courses werkt niet meer. Of moet ik dan ook één op één? Je moet helemaal niks. Ga vooral kijken wat voor jou werkt. En daar kan ik je bij helpen. Om de keuze te maken wat voor jou werkt. En ik heb ervaring met verschillende dingen. Dus ik kan je daar ook bij helpen. Maar het belangrijkste is dat jij er blij van wordt. En dat het voor jou vrijheid oplevert. Laat me weten als je vragen hebt. En voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Fijne dag. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.